En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige rechte. Het is een vrijdag vandaag en het weekend gaat beginnen. Ik had dus gisteren slecht nieuws gehad over de mini-meeting. In ieder geval dat er weer één afgevallen was. En als er om 11 uur, als wij aankomen, niemand is, gaan wij direct door naar, gaan we direct het park in. Dus als er om 11 uur niemand voor de poort staat voor de mini-meeting, gaan wij rechtstreeks park in. Ja, ik heb zo'n gevoel dat er niemand komt, maar dat gaan we wel zien morgen. Morgen is het zover. Morgen is de mini-meeting in Arnhem deur. Als er mensen zijn, als de mensen opkomen dagen. Ik heb zo mijn bedenkingen erbij, maar we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. Nou, ik heb vandaag even lekker rustig aan gedaan. Even lekker net even een douche gepakt. En lekker even een rustig dagje. Even uitrusten. Want morgen is het een drukke dag. Morgen dus naar Arnhem en dan daarna naar Feyenoord. Dus daar heb ik wel even wat energie weer nodig. Daarom had ik ook vrijgenomen. Terwijl ik even gelijk even een fles cola pak, want die is alweer op. Ah, kijk, juppakee, cola. Dat moet ik hebben. Trouwens was ik gisteren nog even in de livestream bij Villa Quinza. Dankjewel Quincy. En wanneer gaan we nou eens een keer die vlog opnemen? Wanneer gaan we dat nou eens doen? Ja, had gezegd, een paar dagen geleden had hij gezegd van, we moeten een keer wat vaker een vlog opnemen. Nou, Quincy, ja, ik wil wel een vlog met je opnemen, maar ja, je zei verleden keer van, ja, ik kan niet met iedereen een vlog opnemen, maar als je met mij een vlog wil opnemen, lijkt me hartstikke leuk. Dus vandaar, nou, ik ga nog even verder hier, en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 7:15 ongeveer. Ik ben net terug van het eten. En ik ga de rest van de avond ga ik nog even een beetje lekker even uitrusten. En dan gaan we morgen naar Arnhem. Dan is het zover, de Openluchtmuseum. Het Openluchtmuseum in Arnhem. En dan gaan we daar eens kijken. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Ik zei net nog in de appgroep van ons. Van, ik heb er een slecht gevoel over, maar we gaan wel zien of er de mensen komen. Ik weet niet. Ik heb zo'n gevoel dat er niemand komt. En als dat zo is, dan hebben wij besloten. Als er niemand om 11 uur staat, dan gaan we gelijk naar binnen toe. En is de meeting dus afgelopen bij deze. Het zal heel erg jammer wezen. Want je doet toch een hoop energie en tijd insteken. Ik heb er filmpjes over gemaakt. Ik neem dadelijk nog een filmpje op. Die zal ik nog even plaatsen. En dan, komt er niemand opdagen. Dat zou echt zuur en zielig en triest wezen. Maar ja, helaas heb ik nog niet waarschijnlijk de fans die ook erop zitten te wachten om mij te zien. Nou, ik ga nog even verder hier. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 9:30 is het. En ik heb net de laatste oproep gedaan. En ik heb net de laatste oproep gedaan voor de mini-meeting. Ik weet niet. Ik heb er nog steeds een raar gevoel bij. We gaan het wel zien morgen. We gaan het wel zien. In ieder geval gaan we er een leuke dag van maken. Want er komt zeker weten een vlog van. En die ga ik opnemen. Ik zit even Voetbal Insight te kijken. Op RTL 7. Dus daar ga ik nog even verder mee. En ik ga dadelijk nog even lekker daarna nog even achter de computer. En misschien ga ik nog wel even een opnametje maken voor aanstaande maandag van Planet Coaster. Want zoals jullie weten, maandag is er een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Nou, ik ga nog heel even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is 10:50. Ik ga naar mijn bedje toe. Morgen de grote dag. En dan gaan we naar het Openluchtmuseum. Wish me good luck. Ik hoop dat jullie toch komen en me niet in de steek laten.
Dit was in ieder geval de vlog van vandaag. De jongens die leggen nog... Oh, die eentje legt op de bank. Ik ben nog even de andere kwijt. Waar is die andere gebleven? Oh, die zit te eten nou. Krijg nou wat. Ik dacht al, waar zijn ze nou gebleven allebei? Nou, ik heb net nog even internetgekken zitten kijken. Wat hebben er toch een figuren bij op internet? Ik wou niet zeggen dat ik... Ik wil mijn eigen nieuw borst slaan, maar jeetje, wat heb je er een gekke bij sommigen. Nou, dit was dus de vlog, jongens. En morgen dan kunnen jullie de vlog bekijken van het Openluchtmuseum. Morgen ga ik naar het Openluchtmuseum en dan ga ik daar vloggen met Kevin en Joost. Ik hoop dat het een gezellige dag wordt en dat er toch iemand komt op de meeting. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken morgen. Nou, ik zou zeggen in ieder geval, ja, jullie weten het inmiddels, doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen vanuit het Openluchtmuseum bij een vlog hier op It's All Tracks. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.